Deze highlights worden u aangeboden door FedEx en PlayStation. Officiële sponsors van de UEFA Champions League. Lukaku tot bij Mount, die draait is goed om de as. Lukaku wil die bal in de rug. Geen buitenspel. Lukaku, daar is Werner en die moet hij altijd binnen tikken. En goed afgelegd voor Werner. En dan zag je ook Aspilicueta al diep gaan, maar de bal kwam het niet meteen. Hier is Mount, Chilwell aan de andere kant. Lukaku kraakt zijn schot, maar die bal wijkt nog af. En een goede redding is er nodig van Johan Dalin. Tweede grote kans in de wedstrijd. Tweede ook voor Chelsea. Silva. Rüdiger. Lukaku. Krijgt hem niet helemaal onder controle. Thiago Silva. En daar het doelpunt. Andreas Christensen. Bevrijdt Chelsea al heel erg snel. In de 9e minuut. Versmachtende druk van Chelsea. En dan is het de centrale verdediger die Chelsea al heel snel op voorsprong brengt. Lukaku trekt het gat. Krijgt ook de bal. Hier is Lukaku. Lukaku nog. Wordt hij gehaakt door Nielsen en nu wel een strafschop. En geel voor Lasse Nielsen. Jorginho. En deze mist hij niet. Het is 2-0 voor Chelsea na 21 minuten. Het huppeltje laat hij achterwege. En het is einde verhaal voor Romelu Lukaku. Oh, het tikje van Aspilicueta in de loop van Kanté. Hier is Havertz voor 3. Nee, hoek was misschien net iets te scherp. En Dalin deed wat hij moest doen. De hoek nog kleiner maken. Massa ruimte is voor Chelsea om te counteren. Havertz, bal iets te hard van Hudson-Odoi, maar Havertz maakt er iets moois van. Hij maakt er iets heel moois van. Het is 3-0. Kai Havertz op de counter. Nou, Thomasson had zijn troepen duidelijk opdracht gegeven. Maak er toch wat meer wedstrijd van. Probeer eens. Rüdiger, die komt zich ook even moeien. Rüdiger, nee. Hij krijgt wel een penalty. Want hij kreeg een flinke zet op het moment dat hij aanlegde. Jorginho, jawel. Het is exact hetzelfde. Diawara kiest dezelfde hoek als dan in de eerste helft. Hudson-Odoi gaat het zelf eens proberen, waarom niet bij 4-0. Ja, voilà. En dan kan hij iets te wild. Moest ook iets te snel.
Mooi van Rhys James. Jorginho iets te strak, maar goed binnengehouden nog. En dan slaat Diawara ernaast, maar dat is dan vooral. En daar aan de tweede paal Mason, maar het moeilijk natuurlijk omdat die bal botst. Deze highlights werden nu aangeboden door FedEx en PlayStation. Officiële sponsors van de UEFA Champions League.